Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaatsen, opgenomen op vrijdagmiddag 8 februari. Het trekt regen over het land. Momenteel is dat nog lichte regen of motregen. Vanavond krijgen we met meer intensieve neerslag te maken. En dan kan het eventjes flink doorplensen. En wat natuurlijk opvalt vandaag dat is de wind. Er staat een stevige zuidwestenwind die aan zee af en toe stormachtig is. En verder komen er ook flinke windstoten voor. Heeft allemaal te maken met een lage drukgebied boven het noorden van Groot-Brittannië. We zien het niet op deze weerkaart, maar wel ongeveer waar de kern ligt, namelijk ten noordwesten van Schotland. En dat lage drukgebied dat is een stormlaag, heet ook Storm Erik, gedoopt door de Engelse Weerdiensten. Bijbehorende front, dat trekt dus vanavond over het land. Morgen overdag dan zijn er best wel wat zonnige perioden, maar het blijft wel stevig waaien. En zondag komt er een nieuwe storing vanuit het zuidwesten opzetten. Dat gebeurt al in de nacht van zaterdag op zondag. En die storing die trekt precies over het land en dat zorgt ervoor dat er zondag veel regen gaat vallen. Nou, momenteel is het ook bewolkt en regenachtig. En zoals gezegd, vanavond gaat het even stevig regenen. De temperatuur die is rond de 8 à 9 graden. En er staat een vrij krachtige wind boven land. Af en toe krachtig zelfs, soms zelfs hard rond het IJsselmeer. En aan zee ook een stormachtige wind. Windkracht 8 is dat uit het zuidwesten. Verder kunnen er zware windstoten voorkomen van zo'n 75 tot 80 kilometer per uur boven land. En aan zee kan het zelfs nog iets harder waaien. Komende nacht dan wordt het wat rustiger, er komen ook wat opklaringen en op de meeste plaatsen wordt het uiteindelijk wel droog. De temperatuur die daalt dan naar zo'n 6 tot 7 graden. En de wind die zwakt ook iets af, maar dat is tijdelijk. Matig tot krachtig wordt die wind uit het zuidwesten. Morgen zijn er ook perioden met zon en in een groot deel van het land blijft het ook overwegend droog. Er vallen wel een paar buien. Ik verwacht de meeste buien in het zuidoosten van het land. En helemaal droog durf ik het elders ook niet te geven. Maar nogmaals, waarschijnlijk blijft het bijvoorbeeld in het noorden en westen heel lang droog. De temperatuur ligt smiddags tussen de 8 en de 10 graden en de wind die gaat weer aantrekken. Het wordt weer een krachtige wind boven land in de loop van de dag. En aan zee weer een harde tot stormachtige wind. Misschien dat in het Waddengebied er zelfs even storm. Komt te staan uit het zuidwesten. Dat is allemaal goed mogelijk. En dan zondag, dat wordt een hele natte dag. Het lage drukgebied trekt dan waarschijnlijk precies over Nederland, trekt van zuidwest naar noordoost en de bewolking rond het lage drukgebied zorgt voor veel regen. Het wordt zo'n 6 tot 8 graden. In de loop van de middag en ook in de avond waait de wind uit het noordwesten en kan dan met name aan zee nog eventjes flink aantrekken. Vanaf maandag gaat het weerbeeld wel veranderen. We krijgen die noordwestelijke stroming en er gaat een hoge drukgebied opbouwen. En dat hoge drukgebied gaat met name in het tweede deel van komende week een rol spelen. Maandag en dinsdag met die noordwestenwind kunnen er nog wel een aantal buien over het land trekken. Die buien ontstaan boven zee en trekken dan zo met de wind richting Nederland. temperatuur ligt rond de 6 à 7 graden. En in het tweede deel van de week, ja, dan wordt het dus eigenlijk heel rustig weer. Maar ook weer wat kouder, met name in de nachten gaan we dat merken. En we moeten er rekening mee houden dat vanaf woensdag op donderdag in de nachten het toch wel weer een paar graden kan vriezen. Overdag is dat niet het geval. Het is dan rustig weer met zonnige perioden. De temperatuur ligt over het algemeen... Tussen de 5 en de 10 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u alvast een fijn weekend.